Ik ben bouwadviseur vanuit de gemeente Almelo. En wij helpen mensen met het verduurzamen van de woning. Nou staan we hier in de Roosjestraat. Wat gebeurt hier allemaal? Wij hebben ons aangekondigd met een folder en wij bellen overal aan om mensen aan te bieden dat we met hun meedenken met het verduurzamen van een woning. En daarbij is het belangrijk dat wij onafhankelijk zijn. We worden betaald door de gemeente, dus de mensen krijgen er geen rekening van. En wij denken gewoon op een onafhankelijke manier mee. En daarmee krijgen mensen een plan voor hun woning. En dan weten ze wat voor subsidies er van toepassing zijn en eventuele leningen. En daarmee kunnen ze aan de slag. Ik heb begrepen dat jullie huis aan huis aanbellen. Ja, dat klopt. Dus op die manier geven wij iedereen de gelegenheid om mee te doen. Dus dat is, ik vind dat heel mooi. Er zijn nog meer partijen betrokken. Kun je daar iets over vertellen? De wijkregisseur is ook betrokken, Sjoerd Wolters. En die gaat eigenlijk over het sociale aspect van de wijk. En juist die combinatie is eigenlijk heel erg leuk. Hoe zijn de reacties tot nu toe van de bewoners? Mensen kunnen het enorm waarderen. En mensen hebben natuurlijk altijd al wel dingen gedaan in de woning. Wij weten het totaalplaatje. Wij kennen alle maatregelen. Dus we kunnen ze altijd weer inspireren om nog weer meer te gaan doen in die woning. En op die manier maken we de woning nog weer een stukje beter. In hoeverre is er sprake van een uniek project? Nou, ik denk dat in Nederland heb je natuurlijk heel veel projecten waar ze de woningen verduurzamen. Alleen wij pakken het op met het sociale aspect van de wijkregisseur. En dat is wel uniek, denk ik. Welke effecten verwachten jullie? Wij verwachten dat er iets meer sociale samenhang komt in de wijk. Omdat mensen echt betrokken worden bij zo'n project en gaan samenwerken. Eventueel kunnen mensen ook samen maatregelen nemen. En op die manier wordt het allemaal weer wat gezelliger, denk ik. Tot hoe lang loopt de actie? De actie loopt in ieder geval in 23 en in 24. Dus voor 2 jaar.